We zijn bezig met de opmaak van een maritiem ruimtelijk plan. Dat moet ervoor zorgen dat we eigenlijk de biodiversiteit, onze internationale verplichtingen daaromtrent, maar ook alle economische activiteiten op de Noordzee op een goede manier met elkaar kunnen verzoenen. Dus dat zal mijn eerste prioriteit zijn, om die verzoening tussen aan de ene kant biodiversiteit en aan de andere kant economische ontwikkeling van de Noordzee met elkaar goed af te stemmen. We zetten vooral in op aquacultuur. Dit is heel belangrijk is om op de Noordzee ook daar aandacht aan te besteden. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat we zeewieren gaan kweken, die kunnen actief zijn als een natuurlijke filter. En het aquacultuur is heel belangrijk voor mij, ook als mijn achtergrond als biotechnoloog, lijkt me dat echt iets wat we op de Noordzee kunnen doen. Ik ben zelf een groene liberaal en je kan natuurlijk heel kleine dingen doen. Je kan natuurlijk meer fietsen, meer het openbaar vervoer gebruiken, maar als beleidsdaad zet ik meer in op hernieuwbare energie. Het is ook belangrijk dat we hernieuwbare energie alle kansen geven, ter land en ter zee, om ervoor te zorgen dat we bijdragen aan onze energietransitie in onze maatschappij naar een duurzame ontwikkeling.